Mijn passie voor Ororica is ontstaan zeg maar, toen ik 12 was, begreep ik, van mijn neefjes. En het grappige is, ik kan mezelf niet zo goed herinneren. Ik ben wel op jonge leeftijd gaan werken voor een hotel en ik heb bij Fago heb ik gewerkt. Daarvoor heb ik natuurlijk ook een stukje passie op ontwikkeld. Maar mijn echte passie kwam, want mijn ouders woonden in New York. En daar zag ik allemaal hele nieuwe dingen die ik eigenlijk nooit zag in Europa, of in ieder geval in Nederland. En één zaak was Lot 61, New York. Hele beroemde horecaondernemster. Amy Sacco heette ze. Ik moest even over nadenken, maar Amy Sacco. Ze noemen ze ook wel de queen of, wat was dat, clubbing in New York op dat moment. Eigenlijk door haar zaak had ik het gevoel van ja, ik wil iets in de horeca gaan doen. Toen ben ik teruggekomen, dat heb ik tegen een vriend van mij verteld, die zei ik doe mee. En voor het wisten gingen we een horecazaak zoeken. En dat was toen, we hadden de opdracht gegeven Amsterdam of Haarlem. En dat is natuurlijk Haarlem, toen moest ik weer terug naar Haarlem. Ik was eigenlijk net weg uit Haarlem, terug naar Amsterdam. Ja. En toen kon ik weer terug. En daar ben ik toen begonnen. Ja, passie voor horeca zit voor mij echt wel heel erg aan de conceptmatige kant, de interieurkant. Maar die heb ik eigenlijk altijd gehad. Ja, meer en meer zit mijn passie echt zeg maar bij het interieur. Dus eigenlijk 6-7 jaar geleden ben ik door, Lionel Noir, kreeg ik door van dat ik dat eigenlijk toch het leukste vond. En op dit moment doe ik bijna alleen maar conceptmatig en interieur. Een trend, wat je nu gewoon wereldwijd ziet, is juist dat er geen trend is, volgens mij. Het gaat alle kanten op, alles kan. Ik denk, ik kan me zelf maar voorstellen dat de volgende trend Koreaans eten wordt hier. Al verbaast me nog steeds dat er nooit een keer iets gedaan is met een goede Surinaams restaurant. Hè. Ik bedoel, je hebt een goede keuken, maar ook met een goed interieur eromheen en met een beetje... Ja, dus dat zijn dingen die ik absoluut wel geloof die gaan komen, maar alles kan. Hetzelfde als mode, hè. Kijk naar de straat. Ja. Er is niet één mode meer. Ik geloof in de restaurants hetzelfde aan het gebeuren is. Dat denk je over trends, want in principe trend is een beetje... Ja, een beetje... Trends bestaan niet meer. Nee, ik geloof er niet in. Nou, ik wil niet op trends letten. Ik bedoel, als er een kiprestaurant op gaat, gaat opeens iedereen een kiprestaurant. Ik bedoel, een vriend van mij opent een kip van de Spit. Nou, ja. Vond ik een heel leuk restaurant. Ja. Of vind ik nog steeds een heel leuk restaurant. Alleen dan hoor ik overal kiprestaurants open gaan. Ja, dat begrijp ik niet. Hetzelfde met een hamburgerzaak. Ik weet nog dat 8 jaar geleden of zo, misschien 10 jaar geleden, wilde ik een hamburgertent openen in een oude Chinees. Dus helemaal een tak later, helemaal Chinees. En dan hamburgers gaan verkopen. Alleen toen een vriend van mij kwam met me toe, die waren ook bezig met een hamburgerrestaurant. Ja, dan is het voor mij niet meer leuk. Dus dan, ik ben ermee gestopt. Nou, je weet wat erna gebeurd is. Dus elke hoek is een hamburgerrestaurant. Ja, dat is niks voor mij. Ik wil gewoon dingen doen waar ik een bepaald gevoel bij heb. En ik ben nooit money driven geweest. Ik ben niet iemand die... Kijk, ik weet echt wel, als je op de Warmoestraat een toeristentent begint, of op het Leidseplein een biertent, dat dat heel goed loopt. Ja. Hè? Hoe platter, hoe beter over het algemeen. Alleen, dat ligt gewoon niet mijn ding. Ja. Ik wil mooie interieurs bouwen en ik wil ook graag mooie mensen binnen hebben. En dat bedoel ik niet mooi als in modellen, maar ik wil gewoon mooie mensen die gewoon zorg eruit zien. En leuke karakters en dat soort dingen, ja. Dat het een hart heeft, dat het gewoon puur is. Als iemand, of in ieder geval als 3 verschillende mensen naar me toe komen in 1 week met een foto van Pinterest, dan weet je dat er iets mis is. Elke huis gaat wel tegenwoordig op Pinterest een leuk plaatje uitzoeken. Weet je? Dus er zit helemaal geen hart meer aan. Iedereen doet hetzelfde. Dus ik vind het heel erg leuk als mensen zichzelf zeg maar, weten te onderscheiden en gewoon iets doen wat gewoon goed voelt. Ja. Ik denk nooit na over trends, nooit. Totaal niet geïnteresseerd in trends. Nou, ik denk dat klantvriendelijkheid er één van is. Ik bedoel, ik vind er al heel veel veranderd met vroeger. Vroeger klinkt al zo vaak, maar 20 jaar geleden was klantvriendelijkheid minder. Ik denk dat er nu veel meer professionals in het beroep in de horeca zitten. Maar nog steeds hebben we te maken met gewoon tekort aan personeel. Dus wat je krijgt is, je gaat mensen neerzetten, gewoon handjes eigenlijk. Hey, je moet wel. Als je die handjes niet hebt, dan krijg je de bord niet betaald. Dus de goede mensen die er zijn, ja, die worden verdeeld over veel meer zaken. Nou, kijk, ik ben bij Noah wisten ons echt op alle mogelijke manieren te onderscheiden. Qua personeel en qua naar vooral vriendelijkheid. En dat is iets waar ik nog steeds mee bezig ben, is karakters. Je moet verschillende karakters bij elkaar hebben. Ik vind heel vaak, toen ik in Haarlem begon, was eigenlijk een gemiddeld restaurant, die huurde een paar leuke studentenmeisjes in, die er leuk uitzagen, met blond haar, en helemaal vrolijk en fris en fruitig. En dan, daar kwamen dan de mensen op af. Ja, ik vond het altijd een hele platte manier van horeca. Ik heb er nooit op mee gehad. Ik wil verschillende types bij elkaar hebben. En dat betekent, de ene kant heb je bij wijze van spreken sportbilly, en de andere kant heb je een zangeres. En aan de andere kant heb je een hele lekkere nicht, weet je, die gewoon helemaal over de tafel heen rolt. En weet je, we hebben best wel wat excentrieke types gehad in de afgelopen 22 jaar. En mijn team van Noah, sorry, ik kom elke keer daarop terug, maar mijn team van Noah vind ik nog steeds het meest briljante team. Dat was gewoon de juiste verhoudingen. En dat is nu veel moeilijker geworden, om al die goede mensen bij elkaar te krijgen.
Nou, in de horeca heb je zeg maar een oude wets klanten, of je moet ze gasten noemen. Ja. Ik heb liever dat het gewoon klanten zijn, dat ze moeten gewoon betalen. Maar dat ze zich behandeld voelen als gast. En ik vind dat heel veel horeca, vooral de traditionele horeca, die heel erg hangen aan dit soort oude wets zegtes, zeg maar. Die doen precies het tegenovergestelde. Weet je? Dus je kan wel iemand zeggen dat hij een gast is, maar vervolgens ga je hem volledig behandelen als een klant. Dat voelt volgens mij niet goed. Dus ik wil graag het gevoel hebben dat ze toch een stukje thuis. Ik kwam gisteren iemand tegen. En het hoort best wel vaak een meisje die schijnbaar niet al te veel uitgaat. En die zei, als ik uitga, ga ik alleen maar uit bij jou. Dat zijn al jouw zaken. En als ik een nieuwe zaak open, gaat ze naartoe. Ja, ik vind het een groot compliment. Dus dat betekent dat ik iets bouw wat een bepaald aantal mensen heel erg aanspreekt. Ik denk dat het heel veel te maken heeft bij ons met personeel. Dat het een heel belangrijke factor is. We hebben denk ik heel veel goed personeel. Heel veel karakter. Bepaald soort mensen spreekt dat zeker aan. Ik denk te maken met het interieur. Wij krijgen altijd heel veel vrouwen binnen ook. Dat heeft ook echt te maken met het interieur. Het zijn natuurlijk vriendelijke, warme interieurs. Met het eten natuurlijk, maar dat lijkt me logisch. En ik zat bijna vergeten. De baas van de horeca. Ja, ik denk dat dingen zo snel gaan, zoals nu met social media. Dat is een van de dingen waar je mee te maken krijgt. Ik ben een oude man en ik gedraag me als een jonge hond, maar ik weet helemaal niks van social media. Ik heb geen computer, ik heb geen e-mail, ik heb eigenlijk geen flauw idee waar het allemaal over gaat. Dat gaat nu zo snel. Je ziet nu heel veel van die Instagrammable restaurants, die allemaal zo'n muur hebben waar je foto's op kan maken. Ja, ik vind dat een kant die we nu opgaan, die ik niet begrijp. En het zal wel zijn dat ik oud ben, maar ik vind het jammer. Ik bedoel, er staat zo'n bord en dat is dan heel leuk om te fotograferen. En wij doen het ook hoor, maar wij deden het vroeger ook al, alleen niet met die reden. We hadden wel altijd een muur waar je dan een mooie foto kon maken, maar nooit met het idee van Instagram, dat bestond helemaal nog niet. Dus kijk, ik ben natuurlijk heel erg interieur gericht, maar als je op een gegeven moment restaurants open ziet gaan, waarvan ik echt denk van, ik zie het gewoon niet. Ja. Het enige wat daar gaat zitten is 14-jarige meisjes die met dit de foto willen, weet je. Ik vind het de verkeerde kant. Ik zie het in het buitenland ook hoor. Gewoon volledig conceptmatig gedacht. Er zit nul passie in, voor mijn gevoel. Ik kijk het dwars erheen. Ik zie ook heel vaak waar het vandaan komt. Kun je letterlijk aanwijzen waar dat vandaan komt. Ja, financiering, vergunningen, het wordt ook allemaal steeds moeilijker gemaakt. En vaak terecht, dus er is vaak een goede reden voor. Alleen jonge ondernemers hebben er ook last van. Het is ook moeilijker geworden voor een jonge ondernemer om iets op te starten nu. Toen ik begon, vonden wij het al moeilijker dan daarvoor. Maar het is natuurlijk weer moeilijker geworden. Dat heeft ook heel veel te maken met hoe banken in de wedstrijd zitten. Brouwerijen worden natuurlijk ook steeds moeilijker, wat logisch is. Ze zijn helemaal geen bank. Dus ja, het is gewoon heel moeilijk. Ik denk, het grootste probleem is gewoon puur de financiering. Aan de andere kant vinden mensen weer nieuwe manieren, hele creatieve manieren. Crowdfunding, en dat bestond vroeger dan weer niet. Dus ik bedoel, wat dat betreft, eigenlijk is het een veel leukere manier om een zaak te beginnen. Dus, maar ik denk dat het wel de grootste uitdaging is. Waar haal je het geld vandaan? Weet je, ik ben niet echt iemand voor overlegorganen, dat soort dingen. Ik vind, het moet ook een beetje natuurlijk komen. Kijk, als iemand naar mij toe komt voor advies, ik heb best wel wat horecaondernemers die een keer een bepaald probleem hadden geholpen. Een keer horecaondernemer die gewoon een probleem had met de bank, die heb ik toen geholpen. Dus ik ben met hem meegegaan naar de bank, verhaal neergelegd en een visie neergelegd. Weet je, dat is vaak waar het om gaat, hè? Dat mensen iets willen horen van, ja, maar wat ga je dan doen? Maar als je natuurlijk zelf, zeg maar, tot hier erin zit, dan op een gegeven moment zie je het zelf ook niet meer. Weet je? Dus die heb ik toen geholpen, die heeft het ook heel goed kunnen verkopen. Nou ja, ik denk dat in Amsterdam het redelijk goed gaat. Ik ken heel veel horecaondernemers in Amsterdam. En ik ga met heel veel ga ik ook heel goed op. Natuurlijk zijn er ook een aantal waar je gewoon minder mee hebt. Ik bedoel dat, ik denk informatie uitwisselen. Ik begrijp niet zo goed waar sommige mensen soms zo passies over doen. Ik ben best wel een connector, dus ik hou heel erg van met mensen elkaar aan elkaar en contact brengen. Nou, dat kan in contact brengen met de juiste mensen bij Heineken of met de juiste mensen bij de Sligo of weet ik wel. Er komen heel veel verschillende manieren. Maar ook bijvoorbeeld met materialen. Ik help heel vaak andere horecaondernemers, ook met interieurs. Ik heb NL net gebouwd, Club NL. Nou ja, Appie die vroeg mij of ik hem wilde helpen ermee. Vind ik leuk. Ja, het ligt een beetje ver. Ik probeer redelijk veel. Ik heb redelijk veel contact met andere horecaondernemers. En ik werk natuurlijk ook wel veel in combinaties met andere horecaondernemers. Ik denk wat heel veel beter zou kunnen zijn of gaan, is dat we meer als een blok optreden naar de gemeente ook bijvoorbeeld. Dat dingen wat duidelijker worden. Dat je nu vaak ziet, kijk, ik heb mijn ingang wel bij de gemeente als het echt moet. Weet je, ik heb ook al problemen met mijn vergunningen. Weet je, dat je denkt van nou, moet het echt op deze manier. Maar als het echt moet, kan ik wel bepaalde mensen bellen om te zeggen, jongens, kom op, daar gaat het over. Mensen moeten niet zo spastisch doen. Daar zit het volgens mij in de kern. Tuurlijk heb je allemaal technische hulpmiddelen waarbij wij elkaar mee kan helpen, hè. Meer informatie staan. Daar geloof ik absoluut wel in, maar uiteindelijk gaat het gewoon om dat je iemand anders ook wat gunt. Weet je, dat is heel ouderwets. Ja, maar daar gaat het om. Ja, ik vind met jonge ondernemers wat ik altijd zeg, en dat vind ik eigenlijk de belangrijkste tip, zorg dat je alles goed op papier zet. Ook al werken, juist als je met vrienden werkt. Dus niet ook, maar juist.
er is vaak zoveel verwarring en dat komt al naar buiten zeg maar, na 1 of 2 jaar. En daar heb je echt spijt van de rest van je leven dat je het zo gedaan hebt. Je raakt namelijk één zaak, één je vriendschap kwijt als je het verkeerd doet. Alles goed op papier zetten, dus het allerbelangrijkste er is. Ik heb het in het verleden wel eens verkeerd gedaan. Ik ben altijd best wel volgens mij goed mee weggekomen. Ik kan me niet zo goed herinneren of het ergens verkeerd gegaan is. Maar ik heb heel veel om me heen gezien dat het daar verkeerd ging. Weet je? En sowieso moet je afvragen of je met vrienden wil werken. Ik vind het altijd heel leuk. Maar je moet wel het karakter voor zijn. Tip is dat je mensen wat moet gunnen. Weet je, ik heb heel veel zaken met heel veel verschillende compagnons. Ook met de reden dat ik heel erg fijn vind dat iemand anders het werk doet. Dus ik gun hem dat hij een mooie zaak krijgt. En dat hij verder geen stress heeft over het geld of dat soort dingen. Hè. Je moet allemaal verzamelen. We bouwen een mooie zaak. Maar daarna wordt het ook echt zijn probleem. Weet je? Dus, maar ik gun hem die mooie zaak. En ik gun mezelf dat ik daarna gewoon verder kan met mijn leven. Met andere dingen. Toen ik met Noah begon, toen kwam ik net in Amsterdam. Dat was een super populaire zaak. Ik bedoel, ik denk dat het de drukste zaak was van 2000, 2001, 2002, 2003, zeg maar. Nee, alles zat daar. Nee, maar de grap was dat ik kwam natuurlijk net in Amsterdam. Ik had al in Amsterdam gewoond al, maar ik kwam eigenlijk net in dat wereldje. En iedereen staat op je rug te rammen. Het is heel moeilijk om dan normaal te blijven. Ik heb altijd begrepen dat het niet mijn echte vrienden waren. Dus ik denk dat het ook heel belangrijk is. Blijf gewoon lekker normaal, doe gewoon lekker je ding. Weet je, horeca is heel leuk als je weet hoe het spel moet spelen. Zodra je meegaat in bepaalde, hè, met drinken, snuiven, vrouwen, geweld. Weet je, bedoel, er zijn heel veel verleidingen. Als je meegaat in dat hele ding, weet je, dan kan het heel erg fout aflopen. Ik heb heel veel mensen gezien die het heel leuk vinden om ook met verkeerde mensen om te gaan. Ja, weet je, als je een vinger geeft, dan pak je je hele hand. Dat moet je nooit doen. Ik ben altijd overal ver van afgebleven. Ik heb altijd mijn eigen ding gedaan, ik heb mijn eigen vrienden. Ik denk dat het een hele belangrijke tip is. Ja, dat wordt heel vaak gevraagd. En op een bepaalde manier vind ik het altijd een beetje een vervelende vraag. Want als je het ergens vandaan haalt, betekent dat altijd dat je helemaal niet creatief bent. De andere kant, inspiratie doe je op door te leven. En ik zeg altijd, als jij reist, je leest tijdschriften. Bijvoorbeeld, ik lees even AD, Spaanse AD, dat is een interieurtijdschrift. Heb ik ook ingestaan trouwens. Maar ook bijvoorbeeld Discovery Channel, of je gaat naar een film, of gewoon whatever je doet. Als je iets doet, dan zie je kleuren, geuren of er gebeuren dingen. En vaak onbewust word je daardoor beïnvloed. Iedereen wordt beïnvloed. Alleen puur ergens gaan kijken omdat je het interieur wil kopiëren, dat vind ik totaal niet interessant. Ik heb hooguit dat ik soms iets heb waarvan ik nog eens zozeer goed weet waar het vandaan komt. Weet je, dat ik later besef, oh ja, misschien dat ik toen ook dat wel gezien heb. Ja. Bepaalde kleuren vooral, of bepaalde structuren.